In verband met de Internationale Dag van de Vrouw, die op 8 maart wordt herdacht, brengt ATV u een serie over bijzondere vrouwen in de Surinaamse maatschappij. In deze eerste aflevering sprak onze nieuwsdienst met minister Krishna Kumari Mathura van Defensie, de eerste vrouw die op ministerieel niveau leiding geeft aan deze mannenorganisatie. De bewindsvrouw, die haar carrière lang geleden begon en 3 kinderen heeft, zegt dat een voltijdse baan hebben en kinderen opvoeden altijd te combineren is. Echter is het een uitdaging. Daarom moeten vrouwen in deze posities de juiste prioriteiten stellen. Met je partner of met je man. En beiden moeten verantwoordelijkheid nemen, ook voor de kinderen. Maar niet alleen voor de kinderen, ook voor het huishoudelijk werk. Ja. Want een gezin in stand houden betekent echt goed communiceren en goede afspraken maken. En iedereen moet beseffen dat ik een rol heb. Ook de kinderen moeten later, als ze iets groter worden, beseffen dat ze een rol hebben. Want het is geen hotel waar je zoveel mensen in dienst hebt. Het is jouw huis. Ja. En je moet jouw huis tot een thuis maken waarbij iedereen een bepaalde rol en verantwoordelijkheid heeft. En dat kan. Het kan. Ik heb zelf 3 kinderen, ik heb ze grootgebracht en ik heb eigenlijk geprobeerd te balanceren. En samen met mijn man, op een gegeven moment kwam mijn man te overlijden, toen stond ik er alleen voor. Maar ondanks dat heb ik doorgezet en ik ben vandaag minister. En ja, je moet kunnen combineren. Mathura geeft verder aan dat vrouwen veelal denken dat ze de potentie niet hebben om te volharden in hun doelen. Echter is ze van mening dat de mens onmetelijke potenties bezit. En ieder kent moeilijke tijden in hun leven, echter moeten ieder bij zichzelf te raden gaan wat zij zelf kunnen doen om verbetering te brengen, zegt Mathura. Je kan zeggen, je gaat je hullen in een slachtofferrol. Of je kan zeggen, je kan strijden verder en moeten doorgaan en idealen meenemen. Ik denk dat je geen keuze hebt, want slachtofferschap gaat jou niet helpen. Ik denk dat je jezelf verdriet moet verwerken, je zal moeten accepteren alle dingen die in jouw leven komen. En het zal niet in één dag gaan, je zal soms dagen tranen vergieten, je zal emoties hebben, je zal ook na tientallen jaren zal je momenten hebben dat emoties je overvallen en dat je verdrietig bent. Maar je kan op dat moment uithuilen en daar, je kan niet dagen blijven en weken blijven, nee, je moet dan met jezelf praten, jezelf versterken, ja, want dat heb je nodig als persoon. Ik zal niet zeggen als vrouw, maar ook als man heb je dat nodig. Minister Mathura benadrukt dat elke dag een nieuwe kans is om verandering te brengen in je persoonlijk leven. Internationale Vrouwendag is een door de Verenigde Naties erkende feestdag die ieder jaar op 8 maart plaatsvindt. De Dag van de Vrouw werd voor het eerst uitgeroepen op de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910.